plantarium 2030. Ik moet eerlijk bekennen dat ik er zelf nog nooit geweest was. Wat eigenlijk toch heel erg gek is, omdat dit een beetje het mekka is van alle kwekers en nieuwe planten. Maar ik moet zeggen, de indruk is heel erg fijn. En ik heb mooie dingen gezien, echt veel noviteiten ook. En we staan hier met een heel klein steentje van NO Green Label, mijn Eco Label. En verder heb ik een rondje gelopen en nou, ziet er goed uit. Laat ook zien dat je eco-groen esthetisch kunt gebruiken. Maak daar iets moois van en niet alleen de functionele planten die je dus kunt eten. Doe daar iets mee. Ik vond het heel leuk. En hier kan je planten kopen en geen whirlpools en zo. Dat bedoel ik.